De populaire ster Terence Hill was in Antwerpen te gast om zijn nieuwe actieknaller, de Excelsior-film Renegade, aan pers en publiek voor te stellen. Hij moest niet op rust rekenen vanaf het ogenblik dat hij het Crest Hotel verliet per Audi, tot de dag voorbij was. Als eerste punt op het programma was een bezoek aan het stadhuis gepland, waar Terence Hill een ontspannen gesprek had met burgemeester Kools, die zeer goed op de hoogte was van de films van Terence Hill. Zoals het hoort, was de acteur omringd door een aantal ruw uitziende cowboys, die ervoor zorgden dat het geheel een kleurrijk spektakel werd. Tijdens een wandeling op de Grote Markt ontmoet het gezelschap nog Schepen Bonnet, die graag als gids fungeerde voor de acteur en die heel wat bezienswaardigheden van een diepere achtergrond voorzag. Een echt westernmenu werd samengesteld door de uitbaters van de Antwerpse Country Grill om geserveerd te worden tijdens een druk bezochte perslunch. Als eerste had Roel van Bambost een gesprek met Terence Hill voor zijn programma Filmspot, maar daarna was het de schrijvende pers die tijdens de lunch alle mogelijke vragen mocht afvuren op de sympathieke filmheld, wiens blonde haren en blauwe ogen heel wat meisjesharten sneller deden slaan. Een bezoek aan het provinciegebouw en een ontvangst door provinciegouverneur Kinsbergen werd door de acteur ook ten zeerste op prijs gesteld. Zijn sympathieke houding zorgde er ongetwijfeld voor dat ook bij prominente begroetingen als deze nieuwe fans bijwonen. Niettegenstaande het koude gure weer waren honderden fans op de afspraak voor Cine Signor, waar de nieuwe film van Terence Hill, Renegade, zijn Belgische première beleefde, ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de nieuwe Gazette. Terence Hill arriveerde per Range Rover van de firma Beerman en daar hij, evenmin als in de film, nooit graag reist zonder paard, zat een echte volbloed, geleverd door Titica in de aanhangwagen. De cowboys van de Arizona Ranch en Centennial zorgden voor een felgesmaakte show, waarbij het er ruw aan toe ging. Vooral tijdens de shoot-out konden ze de superster bewijzen dat wij ook in ons land beschikken over uitstekende stuntmen, die er niet voor terugdeinzen om stukken te maken tijdens hun optreden. Mogelijke talenten voor zijn volgende films? Na het explosieve einde moest Terence Hill heel wat handen drukken en foto's tekenen van zijn vele fans, die begeesterd waren eindelijk een idool binnen handbereik te hebben. Nadat ze genoten hadden van de spannende en plezierige belevenis van Renegade, weerklonk een oorverdovend applaus in een bomvolle Cine Signor toen Terence Hill, omringd door de cowboys, naar de scène liep waar Staf van Berendonks hem een aantal vragen stelde die zijn fans in de zaal ook graag gesteld zouden hebben. Deze beslaagde dag, waarbij Antwerpen even mocht proeven van een onvervalste wildwestsfeer, werd tenslotte besloten met een smakelijk diner in restaurant Belon, waar de heer en mevrouw Ramaal zichzelf weer hadden overtroffen in gastvrijheid, zowel als in de voorgeschotene spijzen. Terence Hill drukte dan ook zijn waardering uit in het Gulden Boek. Renegade, het nieuwe explosief filmavontuur van Terence Hill. Het kerstgeschenk van een sympathieke superster voor het hele gezin.